Het verleden van Alexander Pechtold, de voormalige D66-leider, blijft een bron van controverse en speculatie. We herinneren ons allemaal nog wel wanneer voormalige minnares Anne Lok plotseling de stilte verbreekt over Pechtold. Met een bekentenis die de gemoederen flink verhit, beweert ze niet alleen gedwongen te zijn tot de abortus door Pechtold, maar ook dat ze een kind met hem deelt, een bewering die Pechtold zelf ten stelligste ontkent. Het drama neemt een wending wanneer Lok haar verhaal deelt aan de talkshowtafel van Twan Nuis.